Ik zie één iemand.
die online is, maar ik kan hem nog niet vinden in de groep. Oh, ik hoor net dat ik live ben, maar ik zie het zelf alleen niet. Ik zag ook al berichten van andere mensen dat ze me niet konden vinden, maar ik kan mezelf dus ook niet vinden. Heel apart. Dan ga ik het nog even zoeken. Heel gek, maar ik zie het niet. Ik zal hem even verversen, misschien komt het daardoor. Nou, ik zie het niet. Dat is heel gek, dan kan ik de opmerkingen ook niet zien. En ik zie het ook niet op mijn... op mijn telefoon. Dus, nou, we gaan het gewoon doen. Goedemorgen allemaal. Ik ga nog eventjes proberen om het tablet opnieuw te doen, op te starten. En dan zie ik het waarschijnlijk zo wel. Nou, heel gek, want ik zie het nu. Nog steeds niet. Nou, geen idee hoe dat nou weer kan. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Ik zie wel dat er iemand kijkt, maar ik zie geen opmerkingen. Dus, nou, het is in ieder geval goedemorgen allemaal. Ik ben Freddy van Kimya. Ik heb natuurlijk deze live verplaatst, want het was dinsdag niet normaal heet. En nu is het helemaal prima bij mij op mijn knutselkamer. Geen zon die er binnen schijnt, want dat is altijd 's avonds en 's middags. En het was hier denk ik wel 45 graden. Dus, en dan nog een plat dak op de zolder. Dus ja, Beate ziet me ook niet. Dus ik denk dat het nog steeds iets niet goed is. Even kijken. Nu wel. Oh, nou, ik hoor net dat ik nu te zien ben. Voor de mensen die al even zitten te wachten. Sorry, maar het ging even helemaal niet goed. Hoi Kim. Ik ga even opnieuw beginnen met mijn praatje. Want ik zag mezelf niet en dat klopt ook wel. Dus dan ga ik het eventjes weer eventjes kijken of ik mezelf... Ja, kijk, nu zie ik het. Helemaal goed. Goedemorgen allemaal. Nog een keer overnieuw. Ik ben Freddy van Kimya. Ik ga vandaag met jullie de live doen die verplaatst is. Want dinsdag was het natuurlijk bloody hot. Oh, ik denk dat het op mijn knutselkamer wel 45 graden was. 'S middags en 's avonds schijnt hier de zon sowieso in. En ook nog een plat dak. Dus dat was echt geen doen. En ik denk dat jullie allemaal er niet zoveel zin in hadden om dan mee te doen. Of überhaupt te kijken. Want dan kan je lekker naar het strand of naar het zwembad en lekker barbecuen. Dus
Vandaar dat het nu zondagochtend is geworden. Het is hier een stuk aantrekkelijker. Het lekkere raam heb ik open gehad. Nu even dicht gedaan, want anders hoor je toch wat geluid van buiten. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop jullie ook. Ik ga dit pakketje papier gebruiken. Van Crafto Clock. Afternoon Walk. Ik ga er even snel doorheen om te laten zien hoe het eruit ziet, het papier. Ja. Het is hartstikke mooi. Er zitten verschillende kleurtjes, kun je gebruiken. Het is een beetje groenig en dit is een beetje paarsig. En dan hebben jullie in het pakketje, heb ik de kleur een beetje neutraal gehouden. Zoals bij het voorbeeld. Want dat past dan natuurlijk overal bij, dat crème kleurige. En dat is natuurlijk voor ieders die zijn eigen papierkeuze heeft, makkelijk met combineren. En dat past natuurlijk ook altijd bij de kraftzakken. Dus dit is eigenlijk het papier wat ik ga gebruiken. Ik heb daar ook nog de bijpassende junk journal bij gekocht. En de grote vellen. Maar die heb je in principe hier niet voor nodig. Alleen hier zitten natuurlijk allemaal leuke knipplaatjes op. Die je dan natuurlijk op je project kan gebruiken. Als je van knippen houdt tenminste. En hier zitten ook nog gewoon andere vellen bij. Dus hier kun je ook nog van alles mee. En dit is dan, als je die uitknipt, heb je gewoon zo'n tag. Die je nog kan gebruiken op je project. Dus dit is dan het papier. Dan ga ik nog even de clutch laten zien. Ik kreeg nog een bericht van iemand. Wat is een clutch? Nou, het is eigenlijk een avondtasje. Maar dan zonder hengsel. Dus dit is het. Met drie vakjes. Ik heb hier nog een label ingemaakt. De kaarsjes die ik natuurlijk als met mijn hoe-to-do gemaakt heb, die passen daar mooi in. Nog twee zakjes met twee labels. En daar gaan we dan straks ook nog iets van maken. Maar dat heb ik bij deze niet gedaan. En dan nog een pergamijnzakje. En dan kun je natuurlijk zelf nog van alles erin doen. Want hier hoef je ook geen kaarsjes in te doen. Je kan er natuurlijk snoepjes in doen. Of wat monstertjes. Dat kan je natuurlijk allemaal zelf naar eigen inzicht doen. En deze zit erin. Met droogbloemetjes. Pailletjes kunnen er nog in. Dus dit is de clutch. Die gaan we maken. Dit is ook prachtig papier natuurlijk. Maar ik heb nu het andere papier erbij gekozen. Omdat het ook leuk is om het weer in een ander kleurtje te laten zien. Dan zal ik even kijken wat je allemaal nodig hebt voor in je pakket. Dus dan haal ik even het reageerflesje eruit. Want ik had in die andere clutch met de blauw had ik deze witte. Ja, dat is dan natuurlijk toch niet zo leuk als het niet doorzichtig is. Want dan zie je die leuke droogbloemetjes niet. Wat heb je nodig? Dus die zit er in je pakket. Het rietje. Het schutmateriaal. Je pergamijnzakje. Twee labels. Ik denk dat jullie een andere maat hebben. Want die heb ik zelf niet goed doorgegeven. Maar die past er even goed in. Dus dat is geen probleem. Een strikje. Ik heb dan nu paars. Omdat ik het paarse papier heb. Maar jullie hebben natuurlijk het andere kleurtje. Nou ja, zo'n bloem. Ik weet nog niet welke ik ga gebruiken. Dus ik heb er twee bij gepakt. Een sticker. Die is ook ietsje anders. Volgens mij hebben jullie helemaal met stipjes, zag ik. En nog een sticker met Little Surprise. Dat is dan die hier op het zakje zit. Twee stukjes klittenband. Een hemdkoordje. En dan hebben we nog vier vlakke zakken. Even de maat erbij. Van 17,5 bij 23. En dan nog twee stukken cardboard. Ja, ik heb het al natuurlijk gesneden. Dus dit is het.
En nog een PP-zakje, een doorzichtig PP-zakje. Ik zie dat ik even een beetje naar boven moet, want anders ben ik uit beeld. En nog even naar de opmerkingen kijken, want dat vergeet ik dan weer heel snel. Ja, meekijken. Oké, nou hartstikke leuk. Nogmaals, goedemorgen allemaal voor degenen die wat later mij gevonden hebben. Dan hebben we ook nog een stukje kraftkartstok die we straks nog op maat gaan snijden. Dus dit is het wat je nodig hebt qua materiaal. Ik doe het even, ik doe het altijd op zo'n bordje, want die kleine flubbeltjes die ben je zo kwijt. Dat is dit. Ik heb voor de gelegenheid wel alvast wat vaccinelichtjes gemaakt die bij mijn papier passen. Maar dat is natuurlijk wat je zelf wil. Dus die liggen voor mij alvast klaar. Deze kan ik opzij zetten. Wat heb je nodig aan materiaal? Nou, je rillen en je snijbord. Dat lijkt me duidelijk. Een liniaal. Lijm. Tape. Kijk, ik heb twee maten. Ik moet even kijken welke, maar goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Potlood. Een schaar. Even kijken wat ik er nog meer op heb staan. Ja, een vouwbeen. En een mesje. Want je kunt het kartbord snijden met je snijapparaat, maar je kan het ook met een mesje snijden. En eventueel inkt om je papier nog mee te beinkten. Even alles weer weg. We gaan beginnen met de zakken. Want dan gaan we eigenlijk de buitenkant maken van de clutch. Dat is met het cardboard. Dit is de bovenkant en de achterkant. Kijk, die sluit dus zo. Dus het voorkantje is smaller dan de achterkant. Dus je pakt, nou ik zeg nu wel die zak, maar we beginnen trouwens met het kreetbord. Even kijken hoor. Je snijdt twee stukken van het kreetbord, want jullie hebben A5, als het goed is. Je snijdt deze op, eentje snij je op 17 bij 10 centimeter en eentje snij je op 17 bij 13 centimeter. Dit zijn ze. Ja, nogmaals, als het niet lukt met je snijbord. Nou, vaak als je het snijdt kun je hem breken. En dan nog met je mesje er nog eens een keer langs. Dan, dan kan je hem zo op maat maken. Even kijken of er verder nog reacties zijn. Oh, dank je, Kim. Dat je nog eventjes de pakketjes doorstuurt. Ik moet eventjes kijken of ik nog verdere reacties zie. Ik wacht eventjes tot jullie dit klaar hebben. En dan hoor ik vanzelf wel een seintje als je klaar bent. Dus 1 keer 17 bij 10 centimeter en 1 keer 17 bij 13 centimeter.
Nou, dat is zeker jammer dat je pakketje niet op tijd binnen is, Deborah. Maar deze filmpjes blijven altijd op de groep staan. En ze komen ook later nog op ons YouTube-kanaal. Dus die kun je toch, dan kun je het later op je gemak maken. Er zijn ook heel veel mensen die kijken nu eerst mee. En dan gaan ze daarna nog het projectje maken. En dan kun je hem natuurlijk stopzetten als het te snel gaat. Dus dat heeft ook zijn voordelen, vind ik. Nou, als jullie zover zijn, dan ga ik verder met het volgende. Leggen we deze eventjes opzij. En dan gaan we dus toch die zak pakken. Je snijdt één zak af op 12,5 centimeter. Even kijken hoe ik hem had. Ja, en dan leg je de opening leg je naar rechts. Dus op 12,5. Dat is dus voor de kleine. Deze zakken die je over hebt, die bewaren we nog even. Daar gaan we nog later iets mee doen. Als het goed is, past dit er precies in. Kijk, bij mij in ieder geval wel. En dan heb je als even de liniaal en je potlood er dan weer bij. Want als hij er dan in zit, dan moet je hem eigenlijk even vouwen op 2 centimeter. Nou, ik vouw hem gewoon. Want je kunt het rillen, maar je kan het gewoon zo omvouwen. Omdat het kreetbord nogal hard is, krijg je daar een goede vouw in. Dus je vouwt hem zo om. Ik zie geen vragen. Als jullie vragen hebben, dan hoor ik het, hè? Ga nog even kijken. Als je dit gevouwen hebt, dan knip je de zijkant knip je zo in. Tot aan die vouw. Aan allebei de kanten. En dan die lelijke rand, zo noem ik het dan altijd maar. Dat is dan de kant waar je deze wegknipt. Dus je mag hem er ook weer even uithalen als je dat makkelijker vindt. Dan knipt het wat makkelijker. En dan knip je deze randjes weg. Net als dat je een envelopje hebt, zeg maar. En dan vouw je hem er weer in. Schuif je hem erin. Heb je een envelopje. Alleen die flap, die vouwen we dus niet naar de buitenkant, maar die vouwen we erin. Dat is even een gepriegel, maar dat gaat wel. Kijk. Nou, dan heb je de buitenkant al. Je kan het nog even vastplakken. Dan schuift het allemaal niet meer zo. Met een klein beetje lijm. Dat doen we ook met het cardboard van 13 bij 17. Deze leg ik even hier neer. Dan pak je weer een zak. Even kijken hoeveel we die gaan wegknippen, want die heb ik nu niet uitgemeten, zie ik. Die snij je af op 16 centimeter. Dus weer met de zijkant, met de lange kant. Ik pak even een nieuwe zak, dan kan ik het even laten zien.
of 16 centimeter. En daar doe je hetzelfde mee. Dan pas er ook weer in als het goed is. Dat is altijd fijn dat het weer lukt. Dus deze snij je, de andere zak, die snij je af op 16 centimeter. En dan knip je weer één zo'n rand eraf. Dat je een envelopje krijgt en die vouw je ook weer naar de binnenkant. Ja, het is even een gedoetje, maar het gaat. En die plak je ook weer even vast, zodat het niet meer schuift. Ik zei zeker 15, hij moet op 15,5. Ik denk als je hem op 15 afsnijdt, dan heb je alleen een smalle randje. Maar dat maakt ook niet uit. Dus hij moet op 15,5 afgesneden worden. En als je hem op 15 hebt, is het ook geen probleem, hè? Want dan wordt je randje die je naar binnen schuift alleen een beetje kleiner. Dus dan heb je deze een bovenkantje en een onderkantje. Ik laat nog even zien welke het is. Kijk, dit is dan deze. En daar komt straks natuurlijk nog designpapier overheen. En dit is deze. Nou, die hebben we nog even niet nodig. Dus die leggen we even opzij. Even kijken of jullie nog reacties hebben. Is het duidelijk voor iedereen? Ik zie geen vragen, dus dan ga ik door. We hadden nog een stukje kraftpapier. Die heb ik alvast gesneden op maat. En jullie moeten hem even snijden op 17 bij 7. Dus op 17 centimeter lang en 7 kort. Volgen jullie het nog? Ik neem ondertussen even een slokje water. Want als je dit klaar hebt, 17 bij 7, dan gaan we rillen. Ik zal eerst even mijn lijmflesje dichtmaken. Dan gaan we rillen. In de lengte, of op de korte zijde. Ik zal het even laten zien, want dat is dit gedeelte. Die gaan we rillen. Dus deze lange kanten gaan we rillen. Zodat je dadelijk een, ja, wat is het? Een kaft krijgt. En die rillen we op 1,5, op 2, op 2,5, op 3, op 3. En half op 4, op 4,5, op 5 en op 5,5. Dus het is elke keer om de centimeter. Maar ik herhaal het zo nog even hoor. Ik plak het even vast, want het eerste randje schuift die altijd een beetje bij mij. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Dus je snijgedeelte weg. Op 1,5. Op 2. Anderhalf. Op 2. Op 2,5. 2,5. Op 3.
3,5. Op 4. Nog een keer, want de ril zit er niet helemaal goed in. Op 4,5. Op 5. En op 5,5. Dus het strookje kraft wat je gesneden hebt op 17 bij 7, dat ril je op 1,5, op 2, op 2,5, op 3, op 3,5, op 4, op 4,5, op 5 en op 5,5. Nou, dan ga je hem een klein beetje vouwen, ja, het is niet echt vouwen, het is een beetje ombuigen. Dat je zo een beetje een gebogen stukje krijgt. En dan pakken we deze weer bij. En dan komt dat er dadelijk zo op. Even kijken, ik zeg het zo erop, het komt er zo op. Dus de 1 centimeter, denk ik, dat is de 1 centimeter. Oh nee, het is 1,5 centimeter die je overhoudt. Daar plak je dadelijk tape op. En deze komt dan zo aan de achterkant. Is het duidelijk? Dus ik ga hier aan allebei de kanten ga ik tape plakken. Op de goede kant. Nou ja, dat zie je dan. Hier, deze die dikke rillijnen die zitten naar beneden. En deze kan. Zo, even kijken of jullie het allemaal nog bij kunnen benen. Geen vragen, zie ik. Voor degenen die meedoen, kunnen jullie het allemaal nog volgen? Want dan gaan we nu dus verder met plakken. En dan gebruik ik wel een deze tape. Ja, dit is 9 mm. Of zal ik een grotere maat pakken? Ik heb 12. Even kijken of die ook past. Die past ook. Gebruik die van 12 mm. Die past hier wel goed op. Maar je kunt ook twee smalle randjes tape gebruiken natuurlijk. Ik zie geen reacties verder. Dus ik denk dat jullie het wel kunnen volgen. Het is nog niet zo heel spannend, hè, op het moment. Ja, het is goed te volgen. Oké, nou hartstikke goed. Tape even weg. Even goed kijken wat ik moet doen. Dus je pakt de goede kant zonder het plakrandje. Die plakrand die komt naar de binnenkant.
Dus deze plak je precies hierop. Je kunt het nog even met een beetje lijm er even goed overheen doen. Zodat het nog een beetje kan schuiven. Dat doe ik, want ik zit anders ook niet, ik zit ook niet zo goed in beeld natuurlijk anders. Dus ik moet het een beetje voor me uitlijmen. De verkeerde kant, ja. Ook weer zo. En deze doe je dan hier. Even weer met lijm. Hier komt straks natuurlijk nog je designpapier op, hè? Niet aan de binnenkant, aan dit gedeelte, maar wel hier overheen helemaal. En hier overheen. Kijk. Dan zie je die randen dadelijk niet meer. Want dan plak je natuurlijk je papiertje overheen. Nou, als dit goed vast zit, kijk, dan heb je dus al het beginnetje. Deze zit nog niet helemaal goed, zie ik. Even een doekje. Even goed. Maar dat komt straks verder. Deze leggen we even aan de kant. En dan gaan we verder met de binnenkant. Even kijken, dat zijn dus weer, dat is dus weer zo'n zak. Dat is het vak wat we voor de binnenkant, die vakken die we aan de binnenkant gaan maken. Dat zijn deze. Ik haal dit er even allemaal uit, want dan is het makkelijker om te bekijken. Dit zijn dus drie vakjes. Dus we beginnen met het eerste vakje te maken nu. We snijden deze zak af op 23 centimeter. Je pakt dus weer een nieuwe zak. Je hebt er als het goed is nog twee. Dus deze snijden we met de open kant naar rechts. En die snij je af op 23. Daarna snijden we hem op 9 centimeter. Even kijken, dan heb je nog dit stuk over, dat is 14 centimeter. En die snijden we af op, even kijken, deze was 7, zeg ik dat goed? Oh nee, deze was 9 en deze snijden we dan af op 7. Even nameten hoor, of het goed is. 7 centimeter. Dit stukje hebben we over, die bewaren we weer. Dus je hebt nu 9 en 7. Dan hebben we nog één zak over.
gaan we weer afsnijden op 23. 23 centimeter met de lange zijde naar rechts. Dus die snijden we weer met de open kant. En deze snijden we af op 11 centimeter. Oh, nou doe ik het zeker niet goed. Oh, ik doe het niet goed. Sorry, sorry, sorry. Ik hoop dat je nog niet zo ver bent. Ik denk dat ik het nu niet goed heb gedaan. Nee. Ik heb het echt niet goed gedaan. Sorry. Deze was goed. 23. Die snijden we in de, op de korte zijde. Dus deze zak die je nu nog over hebt. Die gaan we op de korte zijde snijden. Op 7 en op 9. Nou, dat is echt stom. Want nou heb je denk ik een zak tekort. Deze snijden we op 9 en op 7. Op de korte zijde. Dus Carina, jij doet volgens mij mee. Nou, dan krijg je van mij een nieuwe zak. Ik weet niet of de rest ook nog meedoet. Want deze zakken hebben we dus, de eerste zak hebben we dus niet goed gesneden. Want deze moeten we weer op 23. Misschien heb je zelf nog een stukje in je voorraad. En anders kan je het ook nog van kartstok doen. Deze moet op 23 centimeter. En op de korte zijde op 11. Zo. Dat zijn dus de drie stukjes die we hebben. Toch nog niet goed uitgeslapen, geloof ik. Even kijken. Dus deze is 11 centimeter. Deze is 9 centimeter. En deze is 7 centimeter. En hij is 23 lang, zijn ze. En ze zijn zo 7 centimeter, 9 centimeter en 11 centimeter. Even kijken of er nog mensen zijn. Oké. Deze gaan we eventjes dicht plakken aan de randjes. Even met lijm de randjes dicht plakken. Oh, speld weg. Dus als je die ene, nou dit randje kan eraf, die ene nog verkeerd hebt gedaan, dan kan je die nog even van kartstok maken. Die moet dan 23 bij 11 zijn. Ik denk dat je ook nog wel een stukje kartstok over hebt wat er in het pakket zat. En als je zelf nog een zak hebt, dan kan je die natuurlijk gewoon nog gebruiken. Kan alle maten zijn die groter zijn dan 23 natuurlijk. Oké, dus dan hebben we deze drie. Die gaan we rillen. Ik ga nu eerst goed op mijn spiekbriefje kijken. We gaan drie kanten rillen. Even kijken. De dichte kant die we niet dichtgeplakt hebben. Dat is dan de bovenzijde. Van eentje heb je hem natuurlijk aan twee kanten dichtgeplakt. Dus we gaan drie kanten rillen. Op 1, 2 en 3 centimeter. Drie zijdes, dus op 1. Op 2. En op 3. De lange kant, 1, 2 en op 3. Niet te hard, want je gaat natuurlijk wel sneller door het zakje heen.
1, 2 en 3. Dan krijg je dit. Dat doe je bij alle zakken. Even kijken welke kant ik heb. Op 1 centimeter. Op 2 centimeter. En op 3 centimeter. Draai hem weer om. Op 1 centimeter. 2 centimeter. Hoi Inge, ja, nou hartstikke leuk toch? Je kan altijd terugkijken. En op 3 centimeter. Op 1 centimeter. Op 2 centimeter. En op 3 centimeter. Dus dan heb je weer dit. En dan nog de laatste. Op 1 centimeter. Op 2 centimeter. En op. Drie centimeter. Eén centimeter. Twee centimeter. Drie centimeter. En de laatste. 1, 2, en 3. Die doe ik even overnieuw, want die heeft bijna geen ril. Zo. Dus dan krijg je deze. Heb je ze alle drie gerild op 1, 2 en 3 centimeter. Die even aan de kant. Dan gaan we die hele vierkantjes, deze, ik zal het even met potlood doen, gaan we wegknippen op alle kanten. Dus dan krijg je dit. Goedemorgen Marlies, leuk dat je ook even kijkt. Het is wel een relaxed op zondag op zich. Vanmiddag wordt het weer heel warm tenminste. Ik weet niet of het bij jullie al warm is, hier valt het nog wel mee. Het waait heel erg, maar ja, dat is altijd aan de kust. Maar het schijnt dat het toch nog wel weer warm wordt vandaag. Zo, dan zijn alle kantjes, alle hoekjes eruit. Even op de maat leggen. Ik weet niet hoe ver jullie zijn.
wacht ik nog eventjes totdat iedereen zover is. Voor degene die meedoen dan, hè. En of je het nog hebt op kunnen lossen met een stukje kartstok of met een andere zak. Nou, in het ergste geval kan je ze nog aan elkaar lijmen, denk ik. Kan je dit nog aan elkaar lijmen? Want dan heb je het natuurlijk ook. En straks komt er nog designpapier natuurlijk overheen. Dus op zich zie je daar niet zoveel van. Even met een dubbelzijdig tapeje. Nou, ik zie geen vragen. Dus dan gaan we even verder. En dan beginnen we met het omvouwen. Je hebt natuurlijk drie randjes en je begint naar de binnenkant om te vouwen. Dan weer naar buiten. En dan weer naar binnen. Dan krijg je zo'n trappetje. Dus eerst naar binnen. Dan naar buiten. En dan weer naar binnen. Nou, dat doe je natuurlijk ook met de grote kant. Eerst naar binnen. Dan naar buiten. En dan naar binnen. Dat doen we met alle drie de vakjes. Of vakjes, ja, wat zijn het? Nu nog zakken. Eerst naar binnen. Naar binnen. Naar buiten. En weer naar binnen. Naar binnen. Naar buiten. Naar binnen. En deze natuurlijk ook weer naar binnen, naar buiten. Oh, even kijken hoor. Hier heb ik de railrand niet zo goed gepakt. En deze ook weer naar binnen, naar buiten, naar binnen. Nou, je ziet het al een beetje dat dit het zakje wordt. Ik pak de klutsje nog even bij. Die er zo in zit gevouwen. Dus dat gaan we nu doen. En dat is wel even een dingetje. Hoe je dit gaat knippen. Kijk, ik heb al hier een voorbeeldje gemaakt. Je pakt hem zo en dan knip je dit hoekje. Knip je weg. Dus je vouwt hem eerst helemaal weer terug. Dan vouw je deze naar binnen. Nou, ik pak even die andere, want hier zit die zak weer net dubbel. Dan vouw je dit stuk weer naar binnen. Dus die twee rail, op de tweede raillijn vouw je hem naar binnen. Dit is dus, deze raillijn heb je dus nu nog zo. Maar deze vouw je open. En dan knip je hier een hoekje weg. Even kijken. Schuin weg naar boven. Zo, kijk, dan krijg je dit. En bij deze heb ik dat ook gedaan. En dat doe je ook bij de andere kant. Dus je vouwt hem eerst open. Dan weer zo. En die doe je natuurlijk tegengesteld. Dus dan vouw je hem, of dan knip je hem zo. Tot aan de hoek. Maakt niet zo heel veel uit hoe schuin je het doet. En dan vouw je hem weer terug. En dan, ja, dat is wel lastig te zien. Ik ga even kijken of ik het goed kan laten zien. Ik heb het met kartstok opgelost. Nou, helemaal prima. Je vouwt dus deze rand hierin. Dus hier doe je lijm en hier doe je lijm. En die vouw je hierop.
Dus ik pak even mijn lijm. Dan doe ik hier een druppeltje. En hier een druppeltje. En dan vouw je hem hier op. En dan even aandrukken. Kijk, en dan krijg je dus een openingetje. Een harmonica mapje. En dat doe je hier ook. Dat doe je dus op alle vakjes. Of harmonica, ja, hoe noem je het? Inleg tasjes. En dan heb je je eerste vakje heb je. Kijk, die zitten hier. En dat gaan we bij alle zakjes doen. Dus ik laat het nog even zien hoe ik het knip. Je pakt de goede kant. Die vouw je op de eerste vouw. Vouw je naar binnen. En dan knip je hier een hoekje weg. En dat doe je ook aan de andere kant. Maar dan natuurlijk tegenovergesteld. Dan krijg je weer zo'n veetje. Draai je hem om. Je vouwt hem weer terug zoals die was. En dan doe je lijm op deze. Mag ook met tape. En op deze. En dan hou je hem even vast, zodat hij goed vastgeplakt zit. En dat doe je natuurlijk aan de andere kant ook weer. Dus je doet dit stukje lijm en op dat stukje een beetje lijm. En dan vouw je hem hier weer op. En dat is het tweede harmonica mapje. Nou, de laatste. Even kijken of jullie het nog kunnen volgen. Bij de reacties weer kijken. We gaan dus weer de goede kant neem je weer voor je. Deze vouw je naar binnen toe, zodat je hier nog één rillijn over hebt. En dan knip je een hoekje weg. En dat doe je aan de andere kant ook. Die vouw je weer terug. En hier knip je weer een hoekje af. Draai je hem om. Even weer terugvouwen. Op deze hoek een beetje lijm. En op het binnenkantje een beetje lijm. Van het kleine harmonicaatje. En de laatste. Als jullie vragen hebben, dan hoor ik het, hè? Want dan ga ik het nog even een keer laten zien hoe je dit doet. Deze moet nog een klein beetje lijm. Oh. En dat is de laatste. Nou, die hoekjes kunnen allemaal weggegooid worden. Ik neem ondertussen nog een slokje water. En dan kijk ik even of er nog vragen zijn.
dan komen ze zo op elkaar. Dan gaan we weer verder met het begin, het basis die we hadden. En ik had al gezegd dat je een designpapiertje uit moest kiezen. Want deze gaan we natuurlijk daar ook hier op plakken. Eerst, we beginnen natuurlijk met de grootste, maar dan moet hier alvast papier op. Want anders dan zie je, kan het straks natuurlijk niet meer. En als je dus voor je bovenkantje een papiertje wil hebben, die doorloopt, want ik ga dan deze gebruiken, dan heb je voor je laatste, je kleinste vakje, moet je dan even kijken hoe dat loopt. Kijk zo. Dus daar moet je even rekening mee houden. Als je wil dat je patroontje doorloopt, kan je dat zo nog even bekijken en uitmeten. Maar we gaan nu eerst hier kartstok op, of kartstok, designpapier opplakken. Even kijken welke we gaan gebruiken. Want dat heb ik nog niet uitgezocht. Ik heb alleen uitgezocht wat ik op de voorkant ga gebruiken. Ik zie hier niet zo heel veel van, hè? Want wat hier tegenaan komt, nou ja, heel veel. Je ziet het natuurlijk wel, want ik heb hier een beetje een neutraal papiertje gebruikt. Dus ik denk dat ik dat nu ook doe. Deze, die vind ik wel leuk. Nou, ik heb het wel de maten opgemeten, maar het is voor iedereen natuurlijk verschillend. Misschien is je zakje net ietsje groter of wil je meer centimeters overhouden. Ik kom hier op 17 en hier op 13. Dus hij is bij mij, nee, ik neem 17 breed en 13 hoog. Even kijken wat ik opgeschreven heb. Voor het designpapier. Nou, dat heb ik helemaal niet opgeschreven. Dus dat ging ik waarschijnlijk uitmeten op het moment. Dus, nou, ik heb een neutraal papiertje. Dus ik heb geen rekening te houden met de hoogte of de breedte. Of de lengte, of hoe je het wil noemen, hoogte, breedte. Zo. Dus 17 bij 13. Kijk, dan komt hij hier mooi op. Even kijken, dit past niet meer, maar die kan er misschien hier nog tussen. Dus dat ga ik dadelijk nog bekijken. Ik ga het wel even inkten. Dus als je dat wil doen, dan kan dat nu nog. En dan kan hij erop. Even goed uitmeten, dat hij er netjes op komt. En dan zie je niks meer van je randjes. Zit net een klein beetje scheef. Nou, zo. Dat is deze. En dan pak je je grootste
mapje, vakje, harmonica, mapje, weet ik het hoe we het moeten noemen. En die plak je dan hier op. Dus ja, je ziet niet zoveel meer van dat. En dat doen we met tape. Even kijken waar ik die nu gelaten heb. Dan heb ik alleen die. Die smalle kan ik ineens niet meer vinden. Oh ja. Ineens is het weer een chaos. Het was netjes opgeruimd, maar het is nu weer ineens een bende. Nou, dat komt jullie vast bekend voor. Even kijken of ik nog goed in beeld ben. Ik ga even verder zo. Hier plak ik tape op. Het wijst voor zich, denk ik, hè, dit. Maar goed, als je nog wat wil vragen, vraag het. Want ik kijk zo weer even. En dan leg ik het nog even uit. En deze plak je dan hier. Die past er precies in als het goed is. Ik doe er wel even weer een klein beetje lijm overheen, zodat je hem nog kan schuiven. Om hem helemaal op maat erin te plakken. Want als het scheef komt, dan is het ook zonde. En dan moet je even goed opletten. Kijk, eerst aan de onderkant gelijk leggen. Precies op het randje van je designpapier, zeg maar. Daar kan je hem vastplakken en dan het harmonica gedeelte moet je even helpen dat hij ook op het randje van je designpapier vastkomt. En dan bij deze ook. Dat hij precies hier er tegenaan komt. En hier ook. Nou, dat is alvast je eerste vakje. Nou, hier doen we dan nog weer designpapier overheen. Dus kies weer even een leuk patroontje uit. Dat moet ik ook nog doen. Ik denk dat ik ze toch allemaal een beetje in het roze hou. Of in het paars. Dit is misschien ook wel leuk. Het zijn dure, maar... Daar zie je dan niet zoveel meer van, maar het loopt natuurlijk een beetje door, dus dat is dan wel grappig. We hadden weer 17, denk ik. Gaan we wat nameten. Ja, ze zijn precies 17, dus ik doe 16,6. 16,6, dat is dan 4 centimeter. 16,6. En deze is... Precies 8, dus die komt op 7,6. Zo, 7,6. Nou, dan komt die zo. Kijk, ik zie dus alleen maar eigenlijk dat bovenrandje. Want dadelijk komt je andere zakje er weer bovenop. Dus ik ga deze weer even inkten. Die hebben we hier liggen. Even kijken, hebben jullie nog vragen? Want geen vragen, kom net binnenvallen. Maar dat is al een tijdje geleden, denk ik. eventjes weer verversen, want die reacties lopen nooit door bij mij. Het is altijd zo apart.
iets hoger graag. Oké, geen vraag. Ik kom net binnenvallen. Oh, leuk, Nel. Je kijkt nog even mee. Iets hoger graag. Ja, met het lijmen wordt het, is het af en toe een beetje lastig. Maar goed, dat, op zich wijst het voor zich, hè, dat je eventjes dat moet vastlijmen. Inkt zal ik ook even in beeld doen. Zo. Ik ben wel benieuwd wat voor papiertje jullie hebben gebruikt. Of dat je hetzelfde hebt gekocht. Of dat je zelf een ander leuk papiertje hebt. Nou, dan ga ik deze erop plakken. Ja, moet toch een beetje aan de kant. Want anders ben ik dus uit beeld. Dus de kluts moet even opzij. Dit lijm je erop. Ja, kan ook natuurlijk gewoon tape gebruiken wat je zelf fijn vindt. Ik doe het nu even met lijm, omdat het ook makkelijker is. En dat ik het van me af kan plakken. Anders zie ik het niet. Wat je nog kan doen is ook eventueel nog de zak zelf beinkten. Als je het leuk vindt. De randen. Nou, dat is nummer... Kijk, die moest dus eigenlijk doorlopen bij mij. Dat heb ik dus nu niet gedaan. Oh nee, de kleinste is dat. Sorry. Die komt er natuurlijk dadelijk nog overheen. Dus de achterste heb je nu beplakt. Dan komt de kleinste, de tweede eroverheen. En dan komt de laatste eroverheen. En daar moet je dus mee rekening mee houden als je de voorkant je patroontje wil door laten lopen. Bij deze heb ik dat eigenlijk niet gedaan. Omdat dit papier al heel mooi bij elkaar past. Maar als ik nou bijvoorbeeld ook nog die deuren hier ga gebruiken. En ik doe hier dit papiertje. Vind ik het niet zo leuk, denk ik. Dus ik ga dadelijk op de onderste ga ik een ander papiertje gebruiken. Dus dan moet ik er dadelijk even rekening mee houden. Anders vergeet ik het weer. En dan zit het er alweer op, hè. Dan is het te laat. De maat hadden we al in de breedte. Dus ik heb hier nog alleen... Dit is 6 breed, of 6 hoog. Dus ik ga hier 5,6 afsnijden. 5,6 designpapier. Kijk, die komt dan dadelijk hier. Op zich loopt die ook door, die deur, zo. En dan gaan we weer inkten. Even weer een beeld inkten. Nou, ik doe het weer met lijm. Je kunt het ook dadelijk je designpapier erop plakken, hè, als je deze erop hebt geplakt. Dat is natuurlijk om het even. Maar ik heb het nu alvast gedaan. Ik ga hier weer tape op doen. Hoe vinden jullie het tot nu toe? Leuk... Leuk projectje om het zelf ook te maken in ieder geval. Het is op zich niet moeilijk, hè. Een leuke tas om aan iemand te geven. Een tas, een clutch. En die gaat hier weer op. Hier weer een beetje lijm op doen.
En deze doen we weer op dezelfde manier. Eerst aan de onderkant. Weer tegenaan. Precies op die andere. Deze zit niet helemaal goed, zie ik. De rilvouw niet helemaal goed gevouwen. En dan moet je hem aan de zijkant weer even helpen, dat hij er weer tegenaan zit. En aan de andere kant ook. Zo, dat is nummer 2. Nou, het is nu wel leuk, hè, als je het zo ziet. Deze nog even een klein beetje meehelpen, dat hij een beetje meer rond gaat staan. De laatste rilvouw. Oké, nou, nu komt de laatste en die wil ik dan graag met mijn designpapiertje van de volkant combineren. Dus ik ga eerst het afsnijden op, wat hadden we ook alweer, want deze is volgens mij wel 17. Ja, zie je, die is dan 17,5, nou zelfs 17,6 denk ik. Dus ik doe hem op 17,1. En de breedte. Even goed kijken waar ik mijn bloemetje wil, want ik wil mijn bloemetje aan die kant. Dus ik draai hem even om. 17,1. Dat is hem. Nou, ik kan dan hier. Oh nee, ik zei het wel zo. Even kijken hoor. Ik moet wel even goed opletten dat het goed komt te zitten. Want dat is altijd zo lastig. Dus deze komt dadelijk hier. Ja, ik krijg toch dat je bloem denk ik een beetje door de midden zit. Nou, ik ga het zo zien. We gaan eerst deze eventjes meten. Dat is 10,2. Dus het wordt 9,8. Nog even kijken. Ik haal hier nog een randje af, want anders snij ik heel die bloem eraf. Dat is ook zonde. Kijk, dat komt beter uit. 9,8. Zei ik. Kijk. Hoe leuk. Nou, die ga ik weer inkten natuurlijk. Even mijn tapejes weg. Volgen jullie het nog? Want ik zie... Oh. Kijk, ik zie... Oh, Hanny zie ik kijken. Hartstikke leuk, gezellig. Doe je niet mee, Hanny? Ben je nog bezig met vakantiecadeautjes en de doedagprojecten? Jullie hebben nog allemaal zoveel te doen, denk ik. Of ben je al helemaal klaar? Kijk.
Deze komt dan zo. Dan gaan we dat weer even opplakken. Mijn mesje begint alweer een beetje bot te worden, zie ik. Gaat al zo snel. Zo. Nou, dan plak ik eerst het laatste dingetje erop. Dan kan ik het dadelijk meteen zien hoe het uitkomt met mijn designpapier. Er nog reacties zijn. Oh. Even verversen. Nou, hartstikke leuk. Dat jullie dat. Nou, de pakketjes zijn nog te bestellen. Volgens mij heeft Kim al het al in de reacties gezet, de link. Oké, nou, dit is de laatste. Die komt hier. Weer eventjes lijm erop. In beeld. Nou, eerst de onderkant weer gelijk houden. En de zijkant. Nou, deze gaat al aardig goed in één keer, zie ik. En dan nog, deze is natuurlijk ook ietsje kleiner, dus dat gaat wel makkelijker. Ja, daar zit hij. Dan heb ik natuurlijk nog een klein stukje papier. Dat is dan deze. Ja, ik denk dat die zo komt. Kijk, dan loopt het een beetje door. Ja, hij loopt natuurlijk niet helemaal door, want je hebt natuurlijk hier een overkappingje of een overlappingje, maar je meet hem dus vanaf de bovenkant. Even kijken hoeveel dit is. Dus weer 4, dus ik doe 3,6 en dan snij ik hem vanaf de bovenkant. Zeg ik nou 3,6? Ja. Hij is natuurlijk alleen ietsje kleiner, ietsje smaller. Zie je, papier. Dus die moet ik wel een beetje inkorten. Maar dan moet ik even kijken hoe die dan loopt. Of dat uitmaakt waar ik hem afsnij. Nou, dat denk ik niet. Eerst even meten. Meten is weten. Even kijken hoor. Dat is dan 16,8. Wat hadden we hier? 16,6. Oh ja. Doe ik even aan twee kanten 2 mm eraf. Even inkten, dan zie je ook gelijk mijn ribbelrandjes niet, omdat mijn mesje al een beetje bot is.
Nou, jullie zijn stil. We kijken of het allemaal nog lukt. Als je kijkt, dan hoef je natuurlijk ook niet zoveel te zeggen. Want dan snap je het sowieso allemaal. Hè? Alleen als je bezig bent, dan heb je het natuurlijk. Even kijken of ik zo goed zit. Ja hoor. Nou, die kan erop. Met een ander papiertje ziet het er ook gelijk heel anders uit. Dat is al wel weer grappig. Van al die projecten. Gewoon hetzelfde project en dan een hele andere uitstraling. En een ander kleurtje. Nou. Kijk eens even. Hoe leuk. Nou, dit is tot zover klaar. Dan gaan we nog even hier designpapier op doen. Ik denk dat ik weer deze neem, want die vind ik wel heel mooi. En dan weer snij ik er een randje af, dat paarsige randje. Want anders zie je weer die bloem niet helemaal. Kijken. Zo. Deze moeten we ook eerst doen, want er komen nog twee klittenbandjes op. Dus hij moet er nu ook echt op. En dan moet ik hem even uitmeten weer hoeveel die moet zijn. Is 10,1. En we hadden hier, even kijken, 17. Deze is ietsje groter bij mij. Dus ik haal 17,2. Even kijken. 17,2. De kant. Moet ik nog even opletten natuurlijk. Want die hier staan letters op. Dus je moet wel even opletten dat je de goede hebt. Eerst maar 17,2. En dan nog even deze nameten, want ik ben het alweer kwijt. 10,2, dus 9,8. 9,8. Ik snij toch een beetje door de bloemen heen, maar ja. We gaan hem weer even inkten. Sorry, lineaal. Aan die kant. Nou, leuke reacties. Ik ben blij dat jullie het leuk vinden. Ja, ik vind hem zelf ook heel leuk. En nu die weer met een ander papiertje is, vind ik hem ook wel leuk. Alleen het versieren, dat wordt nog eventjes altijd een dingetje. Dat is altijd, vind ik toch soms wel lastig. Soms gaat het meteen en soms denk ik van, nou, wat moet ik ermee? Moet je er even over nadenken en dan volgende dag komt het wel weer. Kijk. Ziet er al gelijk heel leuk uit. Dit papier is al zo leuk, daar hoef je al weinig aan te versieren, vind ik. Maar goed, we hebben natuurlijk nog allerlei leuke bloemetjes en dingetjes. En we gaan de inhoud natuurlijk ook nog maken. Kijk. Nou. Nou, dan is die al bijna klaar. Alleen de klittenbandjes nog. Dit meet ik even uit. En ik ga ze even zoeken waar ik ze ook weer heb. Hier liggen ze.
weet nooit of je nou deze boven of onder moet. Ik doe altijd maar wat. Misschien maakt het helemaal niet uit hoor. Wat had ik ook alweer uitgemeten? Volgens mij op 4 centimeter uit de kant. Dus daar zet ik even een stip met potlood. Dat is natuurlijk hier aan de bovenkant. Ik zeg al aan de onderkant. Maar dit is natuurlijk hier. En dan hier ook 4 centimeter uit de kant. En dan op een halve centimeter ongeveer. Dan zie ik hier mijn stip niet meer. Dus een halve centimeter. Ik doe de fluwelige kant, zeg maar. En dan plak ik ze erop tegen het randje van het streepje. Nou. Die natuurlijk ook even afmeten. Nou, je kan hem opplakken. En dan moet je wel even goed kijken dat hij natuurlijk recht zit. Dat is altijd nog wel even. Ik doe eerst even het flesje erin. Want dan staat hij een beetje bol. En dan weet je ook hoe ver die moet komen. En hij moet natuurlijk op je zakje. Dus ik denk dat hij zo goed zit. Kijk, hij moet natuurlijk wel... Dat is heel sterk in het begin. Kijk, deze zit niet helemaal goed. Maar hij moet natuurlijk wel precies zo sluiten op je zakje. Nou, mijn zit een beetje scheef, dus dat is lastig. Ik weet niet of ik dat er nog af krijg. Ja, ik krijg het er wel af. Dus je kan hem ook uitmeten op 4 centimeter en dan gewoon op je randje designpapier plakken. Want zo heb ik dat met die andere ook gedaan. Nou, dan blijft hij al staan, dus dat is goed. Het is heel sterk in het begin, dus je moet hem een beetje helpen. Op een gegeven moment, als je het een paar keer open en dicht hebt gedaan, dan gaat het al beter. Goed, even dat, dat hij goed vastplakt. Je kan er altijd nog een beetje lijn achter doen, desnoods. Maar het hoeft niet hoor. Als hij eenmaal goed zit, dan is het goed. Oké. Nou, dit is dan tot zover de klus. De achterkant moet je natuurlijk ook nog beplakken, maar dat mag je doen als je hem ook gaat versieren. Op dit moment gaan we even verder met de binnenkant, of de binnenkant, de inhoud. Want anders gaat het een beetje lang duren, want het is al 12:30 zie ik. We willen straks ook nog even lekker wat eten. Wat ik nog wel heb, want je hebt een strookje overgehouden. Dat is een dubbele, maar dan weet ik niet meer waar ik die heb. Oh ja, dat is deze. Van een zakje wat je afgesneden hebt. Nou, dat kan je gebruiken als bellyband. Zo noemen ze het volgens mij. Je hebt nog veel meer over. Want je hebt ook nog, nog zo'n stukje over. Dus die kan je ook nog op maat afsnijden. Want deze is hier bij mij breder, zie ik. Maar dat maakt op zich niet uit. Het gaat erom dat je er een labeltje achter kan maken, dat die daarin blijft zitten of iets anders erachter kan plakken. Dus die moet je eventjes dan op maat maken. Dat is natuurlijk weer 17. Dus die snijd even af op 17. Ik lijm hem wel eventjes dicht. Maar die is wel wat steviger.
En dan met de boven, de dichte kant naar boven. Dus als je er dan wat insteekt, dat hij dan ook dat het dan goed blijft zitten. En dat je niet het iedere keer in dat randje zit te steken. Ik doe het wel even met tape, dit stukje vastplakken. Want je doet alleen de zijrandjes. Zodat het ook even stevig blijft zitten. Ik zie nog steeds geen vragen, maar brandlos, hè, als jullie nog wat willen weten. Of wat te vragen hebben, of wat te zeggen. Ik kan natuurlijk ook gewoon nog wat zeggen. Hoeft ook niet eens hierover te gaan, hè. Mag ook over het weer. Oh, de standaard beleefdheidspraatjes. Nou, ik plak hem precies op die rand, zeg maar, waar mijn kartstokje zit. Van die ene, of wat was het, 1,5 centimeter. Nou, toch een beetje verder nog. Zo. Nou, even kijken of er nog wat tussen kan. Ja hoor, je kan er tussen. Nou, het zit alweer vastgeplakt. Dus dat is het eerste wat we al hebben gemaakt. Nou goed, ik heb hier natuurlijk ook nog van allerlei leuke dingetjes versierd. En daar heb je ook nog versiersels van in je pakketje gekregen. Dus ja, wat je nog kan gebruiken. Je kan natuurlijk hier nog een label of een sticker plakken. Maar dat kan ook op allerlei andere leuke dingetjes. Want ik heb nog een pergamijnzakje. Dus daar kan je je sticker op plakken. Daar kan je je schutmateriaal in doen. Maar je schutmateriaal kan natuurlijk ook hierin. Want dit past precies. Dan hebben we natuurlijk nog het pp-zakje. Daar heb ik dan de vaccinelichtjes voor gemaakt. Dus ik doe die erin. Ik weet nog niet welke, want ik vind deze toch een beetje druk nu. Nou, ik het hier zo bij zie. Dus misschien worden het de zonnebloemen. Dus ja, ik heb dat dan gemaakt met een stukje designpapier. Heb ik er gewoon achter gedaan. En je zie je de achterkant en nog wat schutmateriaal erin. Je sticker erop. En die past hier ook gewoon heel goed in zo. Dus ja, dat is wat je zelf leuk vindt. Je kunt er gewoon ook geurvaccinelichtjes in doen. Of snoepjes of... wat ik al zei, monstertjes, chocolaatjes. Dat is natuurlijk wat je zelf leuk vindt. Dus dat ga ik nog doen als mijn live afgelopen is. Verder versieren. Hier kan je dan inderdaad ook nog je schutmateriaal in doen. Dat heb ik bij deze ook gedaan. Er zit heel veel in. Er zit ook nog wat houten dingetjes in. Gewoon wat grappig. Met een, dit kwam uit het designpapier gewoon. En daar het stukje opgeplakt. Oh. Dus zo kan je hem zelf helemaal verder gaan versieren. Ik ga nog één dingetje met jullie maken. Even kijken waar. Want je hebt nog stukjes van je zakjes over. En daar heb ik gewoon twee van deze zakjes van gemaakt. Ik ga even zoeken waar ik het heb. Want ik had het nog gezegd, hè. Dit is niet weg. Waar dit? Dat is dit stuk. Wat je over hebt gehouden van die 11 centimeter. Van de grootste, denk ik. 11. Dat is 23. Ja, dat is dus van de grootste zak. Daar kun je dus twee zakjes van snijden. En dat ga ik ook nu even doen. Dan leg ik deze even aan de kant. Eerst mijn lijmflesje even dicht. Anders dan komt er dan helemaal niks meer uit. Even kijken hoor. Die snij ik op 7 centimeter. En dan draai ik hem om en die snij ik ook op 7 centimeter. Ik ga eerst een beeld. Dus je snijdt hem op 7
Je draait je zakje om en dan snij je hem weer op 7 centimeter. Dan heb je dus twee van die kleine mini zakjes. En dan knip ik hier zo'n schuin kantje af. Zodat het zo'nzelfde soort zakje is. Zo'nzelfde kantje. Het wordt hier nu een hele grote bende. De sticker verdwijnt. Maar even een beetje ruimte maken. Lineaal weg en al die stukjes weg. En dit lijn ik even dicht, dat het ook echt een zakje wordt. Kijk, zo heb je twee zakjes. Als je die randjes niet leuk vindt, dan kan je ze ook afsnijden. Want ik ga er nu een klein boekje van maken. Dat is een stukje kartstok, wat je nog over hebt van je... Of kartstok, je kraft, zeg maar. Daar heb je nog wel wat van over. Dat is een stukje van 11 centimeter bij 3 centimeter. En die gaan we rillen... Op 1,3 en 1,6. 1,3. Die rillen niet snijden. 1,3. En 1,6. En dan kun je hem zo vouwen. Dan heb je een heel klein randje. Want dan heb je een klein boekje als je het hier tussen lijmt. Zo. Deze weer even weg. Ik gum eventjes mijn maten weg. Kijk, ik kan ze dan hierop plakken. Weer even een stukje tape aan twee kanten. Scheef, zie ik. Dat is niet de bedoeling. Nou, doe ik er wel weer even een beetje lijm op. En dan plak je hem tegen de rillijn aan. De eerste rillijn natuurlijk. Ik kan het slecht zien zo. En dat doe je met die andere ook. Kijk, dan heb je een klein hoekje. Designpapiertje erover natuurlijk. En daar passen precies die labeltjes in.
Dus nogmaals, als je die randjes niet mooi vindt, kun je ze er gewoon afknippen. En dan kun je dan je wens nog inzetten. Je verjaardagsticker of weet ik het welke sticker. Wij hebben natuurlijk nu de hartelijk gefeliciteerd. Dus die kan hierop of erin. Leef je uit. Je kan versieren wat je wil. En dan hebben we nog het rietje. Die had ik zelf bedacht op de buitenkant. En dan kan, oh, hij zit alweer meteen vastgeplakt. Dus het klittenband doet zijn werk. Zo. Echt stug is het nog. Maar als je hem een paar keer open en dicht hebt gedaan, dan gaat het goed. Oké, nou deze zal ik eerst nog laten zien. Want die had ik hier natuurlijk bedacht om erin te doen. En dat kan je natuurlijk naar eigen wens helemaal versieren. Dus dat zit dan zo. Of je doet hem zo. Hier kan hij in, hier kan hij in. Want hier, ik had zelf het pergamijnzakje had ik hierin. Ik weet niet meer waar die nu is. Pak even die andere. Die had ik dan hier. En dan hier het mapje. En de vaccinelichtjes hier. Kijk, want dan is die ook stevig dat hij zo blijft staan. En dit is precies de goede maat, zeg maar. Dat hij breed is. Dat hij hier zo ook zo blijft zitten. Ja, je kan hem rechtop zetten wat je leuk vindt. Of zo. Zo kan hij ook nog dicht. Zie je, als je hem rechtop zet. Dus wat je zelf leuk vindt. Het rietje had ik zelf bedacht om het zo hiervoor te doen. Met je stukje hemdkoord. En eventueel een sticker en een bloemetje. Of wat je doet uit je designpapier. Zie dus deze. Gewoon even, ik zal hem even voordoen. Schuin wegknippen. Dat je een puntje krijgt. Dan krijg je dit. Nou, even een beetje inkt erop. Ziet er altijd leuker uit. En dan met je hemdkoord bind je dat zo bij elkaar. Tenminste, ja, ik vind dat heel leuk. En dan je bloem erbij en nog wat van je papier. Want hier, ik heb natuurlijk heel veel plaatjes geknipt. Even kijken waar ik ze heb. Die zitten natuurlijk allemaal al bij het papier. En ik heb nog wat stampjes van Gummiapan uitgestampt. Deze is heel erg leuk, zo'n spiegel. Oh ja, en die knopen, die heb ik ook. Want Kimia heeft ook die knopenpons. Die vind ik ook altijd heel leuk. Dan kan je natuurlijk ook gewoon je hemdkoordje doorheen doen. En erbij als versiering. En die bloemen, ja, die bloemen die zijn wel heel mooi uit het papier. Maar deze is ook een stampje van Gummiapan. Ik zal ze even laten zien. Want het zijn wel allemaal hele leuke stampjes die je erbij kan gebruiken. Hè? Hier. Om erachter te doen van kartstok. Zit nog een stukje kartstok in. Een cirkel met je sticker erop. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen hoe je het allemaal kan versieren. Ik heb deze ook nog van Gummiapan. Daar kan je ook je vaccinelichtjes mee dichtmaken. Want dat is zo'n topper. Ik heb hem ook hier uitgestampt, volgens mij. Even kijken. Ja. Kijk hoe leuk het er al uitziet als het van designpapier ook is. En desnoods als je hem gewoon van kraft doet, kan je hier natuurlijk ook nog een stukje designpapier doen. Of stempelen wat je leuk vindt. Dus ja, dat is het wel zo'n beetje. Ik heb nog één dingetje wat ik gebruikt heb voor deze. Dat is, die heb ik behandeld. Die heb ik gemaakt met wax. Ik haal dit even aan de kant. Nou, moet ik hem even zoeken waar ik hem heb hier. Het label heb ik eerst met de embossing folder gedaan. En toen heb ik hem met vingerwax helemaal behandeld. Zodat ik het ook in de kleur van mijn papier erbij heb. Kijk, past die er dan natuurlijk precies in. En daar kun je dan ook nog een leuk plaatje
opplakken of je sticker of een wens of een bloem. Maar dat is natuurlijk al hartstikke leuk, die wax. Even kijken. Ik weet alleen even niet de link hiervan, maar die ga ik nog opzoeken en dat ga ik nog in een bericht plaatsen. Als ik hem afgemaakt heb, dan laat ik hem natuurlijk helemaal zien. Maar dat doe je gewoon met vingerwax. En het geeft zo'n leuk effect als je hem eerst emborst. Dan springen die emborsing dingetjes er goed uit. Dus nou ja, dat is hem eigenlijk. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik ga weer eventjes kijken in de reacties. Want die moet ik hem eerst weer even verversen. Maar dit was mijn live met de clutch. Ik ga ze nog even allebei in beeld leggen. Want het zijn twee hele verschillende, doordat het natuurlijk een heel ander papiertje is. Maar dat maakt het altijd zo leuk. Hetzelfde project en ziet er gelijk heel anders uit. Ik ga hem eerst goed dicht doen. Zo. Kijk, nu zit er niet zoveel in, dus dan... Oh, hij blijft wel staan. En deze, kijk, dit plakt al lang zo erg niet meer, want die is al heel vaak open en dicht geweest. Dus, oh, ik zie helemaal geen... Hij is aan het nadenken, even kijken. Is een leuke geworden. Bedankt voor de live. Nou, graag gedaan. Als jullie verder geen vragen hebben, dan ga ik het afsluiten. En dan wens ik jullie allemaal een fijne zondag.